Dit is Kraker Kelder, of eigenlijk Jort, want ik mag geen achternaam gebruiken. Ik sta hier op het Koningsplein voor een prachtig Rijksmonument. Nee, ik kan niet lullen, je moet even af. Even Kraker af. Waarom sta ik hier met zo'n camouflage outfit? Dit pand is gekraakt. Ik kijk al 17 jaar op het pand uit. Een prachtig Rijksmonument aan de Bloemenmarkt Hoek Koningsplein. Dat is een aantal maanden geleden gekraakt door werkschuwtuig, zich voorstellende studenten en kunstenaars. Het is eigendom van een man die een beroemde schoenenzaak heeft, Shoebaloo. Die heeft dat hele blokje. En tot 1 januari vorig jaar was alles verhuurd. Toen liep de laatste huurder eruit. En binnen een aantal maanden was het bezet. We zijn ons maar eens even gaan informeren waarom komen er geen nieuwe huurders op zo'n prachtige locatie. Het is eigenlijk heel simpel. De krakers hebben daar geen zin in. Sorry? Oké, zeg nog een keer. De krakers hebben daar geen zin in. En die worden daarin gesteund door wethouder Van Poelgeest. De GroenLinks-wethouder die heeft gezegd dat de kraken eigenlijk prima vindt. Het eigenlijk zelfs zou willen stimuleren. De tragiek als je eigenaar in een pand bent in Amsterdam is dat als er krakers instappen, dat je ze er niet meteen uit mag schoppen. Niet met een knokploeg. Oké, kan ik nog inkomen. Maar ook niet met hulp van de politie. Je krijgt namelijk geen ontruimingsvergunning. En waarom krijg je geen ontruimingsvergunning? Nou, bijvoorbeeld omdat je geen bouwvergunning hebt. En een bouwvergunning heb je niet omdat je je pand niet in kan. Want je kan natuurlijk geen tekeningen maken. Waarom kan je je pand niet in? Omdat de krakers niet open doen. En waarom doen de krakers niet open? Omdat hun advocaat dat niet wil. Het is in Nederland zo geregeld dat als je dus eigenlijk niet wil deugen, dat als je nooit je eigen centen verdient, dan betrek je gewoon het pand van een ander. Het is een beetje Zimbabwe aan het Koningsplein. Dus je zegt van dit is nu van mij, wij gaan hier zitten. En vervolgens betaalt de maatschappij je advocaat. Je kan de eigenaar buitensluiten. Iemand die zegt ik wil het gaan huren, die kan gewoon niet naar binnen. Die kan niet eens gaan kijken. Nou ja, eigenlijk wil ik dat pand gaan huren. Dus ik dacht, hoe kom ik daar naar binnen? Ik moet wel een beetje kijken, wat ga ik dan huren? Dat is natuurlijk leuk. En dan zit ik, kijk, zit ik tegenover quote. Dan kunnen we gewoon de post nog een beetje over blijven gooien over het Koningsplein heen. Ook een beetje gezellig. Ik bedoel, ik zit hier al 17 jaar, dus ik wil hier graag blijven. Maar ik kom het pand niet in, want ik ben natuurlijk... Ja, ik ben eigenlijk gewoon een fascist. Ik ben een klassevijand. Ze willen mij niet binnenlaten. Dus ik heb nu wat stroommannen naar binnen moeten sturen om te kijken hoe dat pand is. Dat zijn we vandaag, na weken onderhandelingen en na van de deur afgestuurd te zijn vanochtend om 11:15. Waarbij iemand over... Ja, we slapen nog. Dat was dan het antwoord. Nou goed, we zijn net binnen geweest. Kijk maar even mee. Een afspraak voor bezichtiging. Ja, ik kan niet zomaar iemand binnenlaten. Ik woon nu eigenlijk niet nodig. Want de rest is allemaal aan het slapen. Dus. Ja, we hebben een afspraak. We zijn van makelaarskantoor. Met wie? Ja, met jullie, met het hele huis. Oké, dan zou ik even eens... ik zal het even vragen. Oké. Top. Dank je. Met hoeveel man zitten jullie daar? Doe ik geen mededeling over. Oh, oké. Ja, ik wil eerst even graag praten met jullie twee. Tenminste, waar is de makelaar? Ja, we hadden een afspraak hier om 11 uur en hij heeft een andere afspraak om 2 uur. Dus hij zei, ik heb niemand kunnen regelen. Nou ja, hun hebben de afspraak geponeerd om 11 uur. Wij hebben geen idee, het kan om 2 uur. Dus de afspraak was niet om 11 uur. Nou oké, maar ja, we zijn er. En wij willen even kijken wat we eventueel kunnen gaan doen. Ja. Moet wel een likje verf hebben. Ergens. Ik weet dat ze die makelaar is.